Yo kijkers van Watch Jagger, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij kijken naar de nieuwe update van de Zera Texture Pack. En ik sta hier al een beetje, jullie kunnen het al een beetje heel mooi zien zo met elkaar. Maar dit is de nieuwe Texture Pack, de vernieuwde versie. Er zijn de nieuwe textures toegevoegd van de Conquest Resource Pack. En we wilden het toch nog een beetje gaan combineren met de John Smith. En we hebben hier een hele nieuwe galerij voor jullie staan. Ten eerste wil ik eventjes Jens, ook wel Snee, bedanken voor het maken van deze texture pack. Hij zit ook een Zera en hij maakt ook heel veel skins voor ons. En ja, hij doet het hartstikke goed, zoals jullie kunnen zien. Ik vind dit hartstikke vet. Wat je doet, je kan hem gewoon downloaden. Linkje staat in de beschrijving. Dan gooi je hem gewoon in je resource packs. En dan moet je alleen even ervoor zorgen dat je Optifine hebt. En dat kan je doen door Optifine op te zoeken op Google of ook in het linkje in de beschrijving te drukken, te installeren en dan het profiel te selecteren op je Minecraft. En dan kan jij gaan spelen op 1.12 of zelfs 1.11. Ik speel op dit moment op 1.11, dus ja, het kan zijn dat jullie bepaalde blokken niet zien, maar die zullen wel in 1.12 zitten. Maar goed, weet je, we gaan even kijken. We kijken hier, jullie zien hier al een paar bomen. En dan zien jullie al heel goed dat de leaves meer een soort van halve ronding aan de zijkant heeft. Dat komt omdat de leafblok uitstekende textures heeft. Het is meer een 3D model geworden, waardoor het wel wat meer het gevoel geeft van een boom. Dus je kan zeg maar echt vettere builds maken, zoals je ziet. In ieder geval, je geeft het meer een boomgevoel. En dat is zeg maar wat wij ook graag willen hebben in Zera. Zera bestaat natuurlijk uit heel veel natuur. En die hebben natuurlijk hartstikke mooie bomen. En dan is het wel leuk om dit soort textures erin te hebben. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. En hier zie je dat ook in de spruce. En in andere die we hebben. We hebben hier dark oak. Die zien er wel hartstikke mooi uit. Hier zie je, als het goed is, de acacia. Je ziet hier de jungle leaves. Je ziet de birch leaves. Je ziet spruce leaves. En natuurlijk de oak leaves. En dit zijn zeg maar alle leaves. Die zijn toegevoegd voor jullie. En ik vind ze hartstikke nice. Goed, dan gaan we naar de nieuwe blokken. En zoals jullie kunnen zien, we hebben hier wel wat nieuwe textures in zitten. Voor de mensen die denken van, hey, what the fuck, dit is toch niet de John Smith brick? Nee, wij vinden zelf de Conquest brick vinden we wat mooier. En daarvoor hebben we gekozen om deze te doen. Met een combinatie van John Smith. Want deze is toch wel wat... Ja, ik vind het chiseled gevoel heeft meer een... Het gevoel dat je een soort van afbrekend blok hebt, zeg maar. Stel, je pakt hier wat hout. Dan op een gegeven moment... Dan moet hij ergens aan toppen. Ja, wat ga je dan doen? Je gaat niet zomaar in één keer stenen erop zetten. Dat ziet er super vreemd af. Dat is geen mooi verbindingsstuk. En ja, in de John Smith textures zat deze. En wij dachten van, hé, dat is toch hartstikke mooi. Dat gaan we gewoon gebruiken. En ja, vandaar dat we die dus hebben gebruikt. En voilà, die zie je dus hier. Die ziet er super goed uit. Dan hebben we hier alleen de cracked stone bricks. Daar hebben we ons eigen model van moeten maken. We vinden het op zich nog wel goed te doen. Het is eigenlijk gewoon alsof je dit blok zelf breekt. Waardoor het dus eigenlijk dit gevoel krijgt van de cracked textures. Op zich, wij gebruiken hem niet heel veel. Maar we vinden hem op zich wel handig om te gebruiken. Ik weet niet of hij ook connected textures heeft. Nee, dit is eigenlijk gewoon een keer een random cracked brick wat je kan gebruiken. Want deze hebben wel connected textures als het goed is. Oh nee, ook niet. En deze ook niet, denk ik. Nee, ook niet. Nee, ze hebben allemaal geen connected textures. Dat is wel even jammer. Maar daarvoor moet je dus even de Conquest mod installeren, denk ik. Zoals je ook ziet, ze lopen over met gras. Dat zijn de connected textures die erin zitten. Wat je doet, je gaat gewoon een gras. En dan pak je eventueel, moet even zien, we hebben hier wel vast wel zand. Ja, kijk. En die doen we zo. En dan zie je dat het helemaal omringd wordt door gras. En naarmate je dit dus een vorm geeft, dan heb je toch wel meer het gevoel dat het mooier in elkaar overloopt. En daar hebben we dus eigenlijk ook voor gekozen. Kijk, dat breekt dan helaas af als je een slab hebt. Want je kan een vol blok plaatsen met dubbel slabs. Dan zie je dat het overloopt. Maar doe je alleen een brik, dan loopt het heel netjes strak naast elkaar. En hetzelfde is ook met deze slabs. Kan je ook twee keer doen. Maar voilà. Hey, hij doet het hartstikke mooi. Maar goed, dit zijn nog maar eigenlijk de bouwblokken die toegevoegd zijn. We wilden nog wat meer toevoegen. Dat zijn wapens. En daar gaan we nu even naar kijken. Dat zijn deze nieuwe wapens. Je hebt de Root Source. Dat zijn meer voor Afrikaantjes onder ons die tegen denken van, hey, we willen wel eventjes graag een mooi zwaardje hebben. Nou, dan gaan we gewoon even hier met de Cleaver. Of met de Root Sword. Dit is wel echt metaal. Dan hebben we een hele nieuwe Dwarven reeks. De Dwarven X zat er al in, zoals je kan zien. Deze heb ik al een keer laten zien volgens mij. Maar de Dwarven Sword en de Hatchet, die zijn nieuw en die zijn best wel vet. Ben jij dus een dwergenbouwer, dan denk ik dat jij hier heel blij mee gaat zijn. Dan hebben we hier ook een Simple Rune Blade. Dat zijn echt voor de tovenaars onder ons die toch wel in de magie en in de storyline graag met runes willen werken. Dit is dus een van de blades. Ook wel een beetje de kleur van de RuneScape rune.
Ken je vast al wel als je RuneScape gespeeld hebt. Ja, ik vind het super vet. Dan hebben we hier nog een Scimitar. Ik vind deze een beetje klein, zoals je kan zien. Het is echt een klein zwaardje. Ik kan ze nog me herinneren dat het wat grotere zwaarden zijn, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar goed. De Morocris Swords, die zijn ook wel aardig klein. Maar die zijn wel vet voor dual wields. Dan hebben we de Excalibur Sword. En dat is meer echt een koningszwaard, zoals je ziet. Ik vind deze wel heel vet. Ik denk dat we deze nog misschien wel kunnen gaan gebruiken in de storyline. Maar wie weet, dan gaan we later wel een keer naar kijken. Dan hebben we een Iceblade. Voor de mensen die bekend zijn met Game of Thrones. Dit is een zwaard wat de White Walkers dragen. En deze is fucking bruut. Ja, ook leuk voor de storyline. Dan hebben we een Leafblade Claymore. Dat is een heel groot zwaard. En deze ziet er ook super vet uit. Ik wil deze eventueel ook nog een keer gaan gebruiken. Dan hebben we een Cleaver of the Dragon God. Deze is ook wel fucking groot. Ik weet niet of dit een meme soort is, maar ik vind hem wel echt wel absurd vet. Dan hebben we een Orcish Two-Hander. Dit zijn dus voor orks die met een tweehandig zwaard willen gaan vechten. Een Viking Longsword. Dit zou kunnen worden gebruikt door Lord. Lords zijn namelijk Vikings. Dan hebben we een Bronze Axe-Sword. Dit wapen ken ik niet, maar het lijkt een beetje op een soort van, ja, wat moet ik ervan zien? Een soort van paddle of zo voor boten lijkt het op. Deze is ook vet. De Two-Headed War Axe. Die is, ik vind hem echt heel bruut uitzien. Een mooi wapentje. Deze is ook vet. Een Trollhunter X, zoals je kan zien. De steel, die loopt echt heel mooi mee. En ik vind de texture in de hand, ziet er ook heel vet uit. Dus zeg maar, voor meer een executioner vind ik deze wel heel vet uitzien. Of voor natuurlijk iemand die gaat trollenhunten. De Bone Club, voor weer de bosjesmannen. Een harpoenspeer, dat is zeg maar echt een harpoen voor het vissen. Voor vissersdorpjes is dit heel leuk. Dan hebben we hier nog de Stone Spear. Die lijkt net of je hem gooit, weet je wel. Maar je kan hem gewoon mee slaan. Ziet er ook wel leuk uit. Ook voor een soort van javelin lijkt het wel meer. Dan hebben we een Roman. Wat is dit? Een pilum? Ik weet niet precies wat het is. Het lijkt een soort van spies. Eigenlijk wel heel grappig. En deze, trouwens, de Juicing Lance. Die is heel vet. En die ga ik even in mijn inventory houden. Want die gaan we zo nog een keer weer terugzien. Dus dit is echt maar voor als je met ruiters tegen elkaar gaat vechten. Ze zitten op een zwaard, dan moet je elkaar ervan afstoten. En dat, jongens, dat gaat vet worden voor storylines. Dan heb je nog een Azagai, die is ook heel nice. Nou heb ik per ongeluk volgens mij de Juicing Lens heb ik weggedaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dan heb je een Musket, die is ook toegevoegd. Kijk, het is eigenlijk gewoon een pistool. Medieval weapon, die werd gebruikt in, als het goed is, de onafhankelijkheidsoorlog in Amerika. Dat was op zich al. Dan zie je dus eigenlijk de redcoats met dit soort wapens. En dat ziet er wel vet uit. Een fancy short sword. Dit is dus echt een fancy soortje. Ja, nou, dat ziet er wel leuk uit. En dan hebben we hier nog een angelic fork. En dit is ook wel vet hoor. Het lijkt wel een soort van speer of zo, van god. Ja, misschien dat het ook nog wel een keer gebruikt kan worden in de storyline. Maar ja, jongens, dit zijn de nieuwe wapens die zijn toegevoegd. Maar eigenlijk kan het niet alleen bij wapens en armor blijven. Ja, ik laat zo even de armors zien. Want wat heeft Monsterfish nog meer bedacht? Dat is schilden toevoegen. Ja jongens, moet je kijken wat een vette schilden. Je hebt hier een 11th Sanctuary Shield. En zoals je kan zien, je kan ze gebruiken. Ze zien er beter uit dan de normale schilden. Als je die nog een beetje herkent, moet je kijken. Dit zijn dan echt die simpele vierkante schildjes. We hebben hem hier toch ergens. Juicing Lance. Ja, kijk, deze vind ik. Deze gaat perfect naar voren, zie je dat? Maar als je deze hebt, die gaat maar een beetje naar de zijkant. Hè? Wat is dat nou weer? Het ziet er wat mooier uit. Ja, ik vind hem wel vet. Je hebt ook een 15th Sanctuary Shield. Deze wat kleiner, maar deze ziet er ook wel vet uit. Blokkeert ook wel goed. Dan heb je de African Tall. Deze krijg je eigenlijk zo. Zo hou je hem ook vast. Moet je maar kijken. Je kan hem zo vasthouden. Zo houden ze dus ook die schilden vast. Een Big Roman Scutum. Ik vind deze niet echt heel mooi. Ik vind hem een beetje te groot. Ja, ik vind hem een beetje pijnlijk. Het ziet er niet echt mooi uit. Nee. Big Round Wood Shield. Die ziet er wel vet uit. Die is ook vet voor de Vikings die hem willen gebruiken. Die kunnen natuurlijk ook een Norman Shield gebruiken die hierachter staat. Dan heb je een Coffin Shield. Dat is een heel kleintje, maar die ziet er ook wel leuk uit. De Greek Cut. Een Grieks schild. Ook wel vet. Wat is dit? Dit is een Heater Round. Dat is echt een medieval shield. Die ziet er ook wel vet uit. Een Heater Sharp. Dat is een puntiger schild. Ik vind deze op zich mooier dan deze. Maar dat komt misschien omdat ik het puntmodel leuk vind. Dat doet me een beetje denken aan een kite shield. En deze trouwens, dan moeten we die even zo. Dan moeten we even de Juicing Lance. En dan kan je dus eigenlijk te paard kan je dus zo gaan lancen, weet je wel. Eigenlijk moet het andersom. En dan, oh, wat? Lol! Je kan hem dus gewoon op je schouder vasthouden. Dit ziet er wel echt wel geniaal uit.
Kijk, je moet hem gewoon slaan. Zo, slaan er vanaf, jongens. En schildje omhoog. Dat ziet er wel vet uit. Wow, 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 wow. Oké. Dan de Norman Shield. Dan moeten we die even zo doen. Ik zou even het andere schild even wegdoen. Deze is niet meer nodig. Ja, de Norman Shield. Oh, ik heb hem nog gewoon vast. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Die moet even gewoon lekker op de grond al liggen. Blijf wel eens even liggen. De Norman Shield, die ziet er wel heel vet uit. Dan hebben we nog een normaal Kai Shield, een Square. Dit is ook al een beetje een medieval shield. Een kleinere vorm van het Square Shield die we hebben gehad. Of naar de Rectangular Shield. Een Orcus Shield, die kan nog wel bij de Trollhunter Axe worden gebruikt als je die wil hebben. En dan heb je Silver Elven Shield voor de elfjes onder ons. En een Gold Elven Shield, die is een beetje hetzelfde, alleen een net andere textuur die erin zit verwerkt. En we hebben een Dwarf Shield. En deze kunnen we wel voor onze Erebor Fanatics. Ja, nou, ik denk dat deze wel echt wel heel toepasselijk is bij jullie builds. Ja, ik vind ze nice. Dit betreft eigenlijk de schilden. Hoe je dat doet, eigenlijk heel simpel. Je gaat dus naar je item, dan pak je shield. Dan enchant je hem, dan noem je hem bijvoorbeeld Norman Shield. Typ je dat in, Norman Shield. En voilà, dan heb je je schild. Hetzelfde werkt dus eigenlijk met de wapens. Die kan je dus gewoon eigenlijk in je anvil doen, renamen. En dan krijg je dus dat item. Heel simpel gezegd, dan gaan we naar de armors. En dit is dus de Heavy High Plate. Ik vind deze echt wel heel vet. Het heeft een beetje een gevoel van een volledig gevulde ridder. Een sterke, een van de elite soldaten. Een Heavy High Plate. Je moet natuurlijk wel een sterke armor kunnen gaan dragen. Dus vandaar dat je eigenlijk wel hartstikke mooi gepompt bent als je dit zoekt. Dan hebben we hier de Rouge. Dat is een soort van Lordish set, denk ik. Of in ieder geval, ik vind hem wel een beetje een, voor een edele man vind ik hem wel toepasselijk. Ook wat mooiere schoenen. Ik vind hem heel mooi qua handen. Ja. Ik kan hem even kijken of ik hem aan kan doen. Maar dan moeten we hem even zo. 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 En zo. Dan moeten we die. Die. Oh. We doen hem wel gewoon even zo aan. Oh kut. Ik heb de broek niet gekopieerd. Nu wel. En dan kunnen we wel zien. Dit is de Rouge. Ja, ik vind hem wel nice. Het is alleen dat mijn skin een kroon op heeft. Dat hij er wat minder uitziet. Maar ik vind hem wel. Ja, het lijkt wel een beetje een soort van een edelman. Zo moet je het zien. Ik vind hem wel nice. Dan hebben we hier de High Plate. Dit is dus eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde. Dit is alleen een zwaardere versie. En dit is dan de lichte versie. Die is ook wel heel nice. Het is een soort van, ik vind hem een beetje de Aerie stijl hebben van Game of Thrones. Qua kleuren en zo. Geel en blauw, dat zie je daar weer in terug. Dus dat is wel grappig op zich. Dan hier heb je de Elven Crown. Dit is dus voor een echte elvenkoning. Die zou dus gewoon eigenlijk zo deze kroon op kunnen doen. En deze. Ik denk dat ik deze wel wil gaan gebruiken. Omdat een beetje het hertenidee erin zit. En dat vinden wij juist heel mooi in Zera. Dus die gaan we gebruiken. Dan heb je nog Fancy Gamson. Dat zijn dan zeg maar de royale kleding. Oh, het is trouwens allemaal Diamond Armor. Dus wat je ook hetzelfde doet. Je gaat gewoon in die anvil. Dan pak je dus een Diamond Helm. En die neem je dus naar sowieso een Elven Crown. Of naar Fancy Gamson. Dus je kan. De kroon is natuurlijk Elven Crown. En armor is Fancy Gamson. En dit is trouwens wel allemaal High Plate. Dit is dan gewoon nog wel gewoon Rouge. Rood in het Frans. En dan heb je de Heavy High Plate. Dan moet je allemaal zo renemen, zeg maar. Dus dan kan je daar achter komen. Dan hebben we Skeletal Armor. Die vind ik echt geniaal. Het is alleen wel dat het echt aan de voorkant van je armor zit. Dus het lijkt net of je rug helemaal geen armor aan hebt. Dus je kan er misschien wel mensen mee ambushen als je dat wil. Dat ziet er wel grappig uit, denk ik. Maar ik denk dat we het zelf niet in de storyline zullen gaan gebruiken. Want ja, kijk jongens. Het is gewoon een skeletje. Hè? Ja. Dan, jongens. Dit zijn de White Walkers. De Icy Plate. Dit kan je dus enchanten. Ik vind zelf, als je het aan hebt, dan ziet het er wel een beetje skeer uit. Maar ik vind deze, dit ziet er zo vet uit, jongens. Die armor en die item frames, jongen. Daar kan je echt vette dingen mee doen. Eventueel ook gewoon voor in de roleplay heb je gewoon een White Walker. Dan de laatste. En dat is dan ook echt het laatste wat we in deze aflevering gaan laten zien. Dat is de Mithril Plate. En jullie zien het hier al. Dit is echt wel een vet setje. Ik had deze trouwens ook laatst in een livestream aan. De helm. Ik moet hem eigenlijk weer eventjes laten zien. Ik vind het. Wacht even hoor. We moeten hem even daarvoor droppen trouwens. Zo. 1, 2, 3 en 4. En, oh wacht, we hebben natuurlijk nog niet rouge aan. Ga eens weg met je rouge. We zijn helemaal geen meer rouge. Zo. Kijk. En, oh. Mithril Plate. Heb ik nou de helm weer niet gepakt? Oh jawel. Zo. Oké. Voilà. Kijk, dit is dus de Mithril set. En misschien dat het wel weer bij mijn gear er niet echt heel mooi uitziet. Maar, of ja, mijn skin bedoel ik dan. Maar ik vind de gear zelf, het ziet er wel goed uit. Moet je kijken dan. Holy shit. En dan heb je gewoon volledig Mithril. Mithril, jongens.
Super vet. Nou, en dat was het eigenlijk. Dit is allemaal toegevoegd aan de texture pack. En wil jij hem downloaden, dan kan dat natuurlijk. Kijk eventjes in het beschrijvingje hieronder. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Wow, shit. Hey, dat kwam er een beetje moeilijk uit. En ja, laat natuurlijk even weten wat je van de texture pack vindt. Doe dat duimpje omhoog. En ja, ik hoor het wel. Stappen staan nog even in de beschrijving. Dus als je het niet weet, lees dat. En je komt wel uit. Doe het duimpje omhoog. Abonneer. Druk op het belletje. En bedankt voor het kijken. Ciao. Later.